Goedemorgen, mijn naam is Elise Vries en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag een beetje vroeg, maar dat komt omdat ik vandaag op kunstlijnkamp ga met de brugklas. Ik moet 8 uur op school zijn, dan komen de kinderen ook naar school en dan moeten alle tassen in de bus en zo. En dan gaan we lekker op naar Amsterdam en dan blijven we 3 dagen en we gaan allemaal leuke dingen doen. Dus blijf vooral kijken om al die leuke dingen te zien. En ik kom naar het Rembrandtshuis. Speciaal gedeelte van het Rembrandtshuis en hier krijgen we de workshop hierachter bij die machine en zo. Spannend! En nu op naar het museum, want we krijgen een rondleiding! Het was super leuk bij het Rembrandts Museum. We hebben een leuke rondleiding gehad en een workshop en iedereen vond het erg gezellig. En nu gaan we op naar het park even lunchen. Zojuist de opdracht gekregen voor een artist. En we hebben net even gegeten, dus nu gaan we naar Artis toe. Wij hebben zin in Artis. We zijn in Artis. Het was heel gezellig. Yay. En nu gaan we op naar de camping. We zijn bij de camping. Yay. Alles is van getassen slepen. Yay. En dit is de blokhut. Top. En nu moeten we even de huisje inrichten. En nu gaan we even bij de hutjes van de kinderen kijken. Want ze hebben de opdracht gekregen wie het mooiste het huisje kan versieren. Dus we zijn allemaal druk bezig. En wie het mooiste huisje heeft, krijgt misschien ook nog wel een prijs. Dus spannend. Gaan jullie winnen? Ja! Lichtjes erbij. Ja. Iedereen is dus druk bezig met zijn hutje versieren. En de uitslag zien jullie zo meteen. Nu de huisjes zo mooi versierd zijn, moeten we even kijken of we vanavond de huisjes gaan beoordelen of morgen. Want als we het morgen doen, dan houden ze het huisje netjes. Omdat er een prijs aan verbonden is. Dus misschien is het wel slim om morgen te doen. Dan worden de hutjes niet zo rommelig. En we gaan eten met z'n allen. We hebben lekker gegeten en nu is iedereen als wilde kinderen aan het rondrennen. We hebben net levensstratego gedaan. En ik praat zachtjes omdat dag 1 alweer voorbij is. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag dag 2 en het is 8 uur 's ochtends. En ik heb net gedoucht en daarom zie ik er zo uit. En we gaan nu lekker ontbijten. De kinderen zijn allemaal wakker. Dus het komt goed. Lekker ontbijten. En we gaan nu naar het pontje lopen. Naar het muziekgebouw. Waar gaan we naartoe? Muziekgebouw! Yeah! En
we zijn bij het muziekgebouw en we krijgen daar zometeen een workshop. En ze gaan volgens mij hun eigen muziek maken, dus het wordt heel bijzonder. Succes! Nou, de eerste workshop was zeker geslaagd. En nu op naar workshop 2, body percussie. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. Iedereen is druk bezig met oefenen, zoals je hoort. Klappen, tikken, alles van alles. Iedereen is goed bezig. En nu gaan ze het eindresultaat laten zien. Ik ben benieuwd. En de workshop body percussie zit er ook weer op. Hoe was het? Heel leuk. Ja. En hoe was het in het muziekgebouw? Super leuk. Ja, hebben jullie het leuk gehad? Welke vonden jullie leuker? Percussie of de zelfgemaakte muziekworkshop? De zelfgemaakte muziek. Ja, die was leuk, hè? Ja. En waar gaan we nu heen? Naar het zwembad! Yes! Yeah! Dus, dag muziekgebouw en nu op naar het zwembad. Maar eerst met de metro, dus dat wordt nog een heel avontuur. Dus op naar de metro. We hebben de metro ook weer overleefd. En hebben we er zin in? Ja! Yeah! We gaan nu allemaal ons bikini aantrekken. Dus ik stop hier met filmen. En dan zien jullie ons na het zwemmen weer terug. En het wordt een... Het wordt super gezellig. Ja! Yeah! En we zijn klaar met zwemmen op naar de camping. En we hebben weer de pont overleefd. Op naar de camping. Iedereen is een beetje moe. En iedereen heeft honger. Oh, kijk hoe klein ze is. Oh. Jij bent gewoon groot. Ja, dat klopt. Zo heet er. Ja. Helaas is het echt rot weer geworden, maar we gaan zo eten. Het lijkt een beetje op een kippenhok, maar gelukkig mogen we naar binnen, want het regent super hard. En nu krijgen ze allemaal patat en dan mogen ze lekker vreten van tafel. Eet smakelijk! Hey, we zijn klaar met eten en nu gaan we de hutjes beoordelen, zoals ik gisteren al heb verteld. En we gaan de prijzen uitreiken, dus ik hoop dat ze goed hun best hebben gedaan. Let's go. Zojuist alle huisjes beoordeeld. Ja, ja. En nu zitten ze allemaal met smart te wachten natuurlijk op de mooie prijzen. Dus die gaan we even uitreiken. En hopelijk vinden ze het leuke prijzen. Dag 2 zit erop. Iedereen was heel blij met zijn prijzen. En we hebben nog een weerwolf. En het was allemaal super gezellig. Iedereen slaapt nu als het goed is. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is alweer dag 3. En helaas de laatste dag. En het is nu 8 uur 's ochtends en we gaan nu weer lekker ontbijten. Let's go! En ze gaan allemaal ontbijten. Eet smakelijk! En nu moeten ze allemaal snel opruimen en hun hutjes opruimen. En dan krijgen ze nog zometeen een foto gebracht.
Zo, alle bagage hier is allemaal weer ingepakt. En bijna nog op tijd ook. Dus ik ben trots. En het is echt heel veel bagage. Wow. Ik ga nu de uitleg van de fotografieopdracht doen. En volgens mij vinden ze het wel leuk. En de fotografieopdracht zit er weer op. En nu op naar een ijssalon. Want als verrassing krijgen jullie een ijsje. En wat krijgen jullie? IJs. Lekker ijsje gegeten weer terug op de camping. En nu de spullen pakken. En dan gaan we helaas alweer naar huis toe. En dit waren 3 hele leuke dagen. En iedereen is weer veilig thuis. En iedereen is opgehaald op school. En het was echt super leuk. Iedereen knuffel gegeven. En ik ga iedereen natuurlijk missen. Want het waren erg gezellige dagen. Like en abonneer om op de hoogte te blijven natuurlijk. En natuurlijk kunstlijnbrugklassers. Bedankt voor deze leuke video. Want zonder jullie was hier natuurlijk niet zo leuk geworden. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doeg!